goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Kleinschalige goudsector heeft zich zonder deugdelijk plan ontwikkeld. Cursisten brood- en bankettraining op Atjoni ontvangen certificaten. EZ voert SCSD-project uit ter stimulering van ondernemerschap. En voorbereidingen 150 jaar Hindoestaanse immigratie in volle gang. Mijnbouw is een niet duurzame industrie waarvan de negatieve impact op mens, dier en milieu tot een absoluut minimum beperkt moet worden. Zo sprak waarnemend president Ronnie Brunswijk op dinsdag 30 mei 2023 in de Nationale Assemblée. Hij ging in op vragen en opmerkingen van het parlement aangaande de cyanide kwestie in Brokopondo. Een significant deel van de plaatselijke gemeenschap heeft de goudsector als middel van bestaan. De kleinschalige goudsector heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld zonder een deugdelijk plan en begeleiding vanuit de overheid. Waarnemend president Brunswijk informeerde het college over maatregelen om het gebruik van giftige stoffen aan banden te leggen. Voorzitter, de kwestie vervuilen in Brokopondo is nog steeds actueel in Suriname. Afgelopen donderdag werden er dan ook in uw college vragen gesteld aan de regering over deze kwestie. Voorzitter, staat u mij toe om als volgt in te gaan op de opmerkingen en vragen vanuit uw college. De beantwoording is zoveel als mogelijk geclusterd. Voorzitter, mijnbouw is een niet duurzame industrie. Ik wil dat vooraf heel duidelijk vastgesteld wordt. Wat er gedaan moet worden, is om te proberen de negatieve impact op mens, dier en natuur tot een absoluut minimum te beperken. Binnen Brokopondo zien wij dat een significant deel van de plaatselijke gemeenschap de goudsector als middel van bestaan heeft. Het kan zijn bij Roosevelt Gold Mines of in de kleinschalige goudsector. Bij Roosevelt Gold Mines zien wij dat de vooraf opgestelde protocollen worden nageleefd. Bij de kleinschalige goudsector, meneer voorzitter, zien wij dat de afgelopen 30 jaar de sector zich heeft ontwikkeld zonder een duidelijke plan en begeleiding vanuit de overheid. Het verbaast mij daarom dat vertegenwoordigers van partijen die de afgelopen 30 jaar een meerdere regeerverantwoordelijkheid hebben gedragen, zo zelfverzekerd de schuld neerlegt bij de huidige regering. Maar goed. Meneer de voorzitter, we weten hoe politiek werkt in Suriname. We ervaren een probleem met quick gebruik. Proberen we met ondersteuning van de UNDP en andere donoren terug te dringen. Het MSAX-project is in uitvoering. Dit 7-jarige project wordt voornamelijk gefinancierd door de Global Environment Facility van de Verenigde Naties via de UNDP. Voorzitter, de uitvoering van het project ligt bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het NIMOS. De doelstelling van het project is om het beheer van de kleinschalige goudwinning in Suriname te verbeteren en de toepassing van minder vervuilende
technologieën te bevorderen om zo de negatieve effecten op de biodiversiteit, bossen, water en lokale gemeenschappen te verminderen. De meest tastbare subdoelstelling van het project is het opzetten van de mining en training centers. Die zijn multifunctioneel en komen op verschillende mijnbouwlocaties in het binnenland. Het wordt de plek waar kleinschalige mijnbouwers en andere belanghebbenden praktische kennis kunnen opdoen over minder vervuilende mijnbouwtechnieken. Behalve als demonstratie- en trainingslocatie functioneert zo een centrum als platform waar verschillende stakeholders met elkaar in gesprek kunnen en zijn technische assistentie en financiële dienstverlening aangeboden krijgen. Binnen het project is men de laatste week druk bezig geweest met het aanschaffen van benodigde apparatuur. De samenwerking binnen het project met ARM, Alliantie voor Verantwoorde Mijnbouw, werpt zijn vruchten af om binnenkort de benodigde apparatuur op te zetten op de demo-site te Brunswick in Brokopondo. De inrichting van het eerste centrum te Brokopondo is nu gaande. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft in samenwerking met het Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, een brood- en bankettraining verzorgd in het boven Suriname gebied. Aan deze training hebben 46 cursisten deelgenomen en wel van 19 tot en met 29 mei. De bedoeling hiervan is om het toerisme in lokale gemeenschappen te ondersteunen en nieuwe economische kansen te creëren. Op dinsdag 30 mei 2023 vond de certificaatuitreiking van de training plaats. Nou, inderdaad, we hebben 46 certificaten uitgereikt en het gaat om de basistraining brood en banket. We hebben vanuit het ministerie getracht om dit gebied, het boven Suriname gebied, waar heel veel toerismeactiviteiten gaande zijn, om de mensen te trainen. En een van de trainingen hebben we vandaag afgerond, brood en banket. Het is op 4 locaties verzorgd, Anola, Guyaba, Botopassi en Jojo. En in totaal hadden 52 participanten zich opgegeven en uiteindelijk hebben 46 de trainingen voltooid. En je hebt ook deelgenomen aan deze training. Waarom? Omdat ik het heel fijn vind om dingen zelf te doen en ik hou van bakken, broden maken. Op school maak ik vaak donuts voor die kinderen. Ik zeg ze altijd van, als jullie goed werken, ga ik donuts maken. Dus toen ik het hoorde, dacht ik van, er is echt een gelegenheid om beter donuts te maken en zo. Ja. En wat heb je allemaal geleerd? Wel, we hebben geleerd hoe we tarwebrood moeten maken, witbrood, pizza, sushis, spreads, cupcakes, nog veel meer. Om eerlijk te zijn, ik was al sinds 2001 bezig met het bakken van broden. Maar eerlijk gezegd, bij die training heb ik echt geleerd hoe echt om te gaan met het broodbakken, het proces daar aangekoppeld. Dus ik wil er echt veel mee gaan leren en dat heb ik ook kennis opgedaan de afgelopen 2 dagen. Het was voor mij echt leerrijk.
U merkt het, men wil de kwaliteit van de producten en de diensten verbeteren. En ik blijf het zeggen, ze doen hun best, ze doen het op hun eigen manier. En vaak is er, als u een product krijgt dat minder van kwaliteit is, is het vaak geen onwil, maar er is een stukje onwetendheid. En met de trainingen en de opleidingen proberen we dat stukje onwetendheid eigenlijk om te zetten in competenties. Waarbij ze dan hun producten en de diensten op een hoger niveau kunnen aanbieden. En voor ons is het belangrijk, straks ook als wij richting standaardisatie en certificeringen gaan, moeten we hoge standaarden hanteren. Moeten we kwaliteitsproducten en diensten aanbieden. En dit is een eerste aanzet, zodat de mensen alvast kennis maken, hun producten en diensten beginnen te verbeteren. En by time zullen we ze optrekken naar hogere niveaus. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een lening ontvangen van de Wereldbank voor het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project. Suzanne Mansroepansing, coördinator van de afdeling Competitiveness Unit Suriname, tevens componentcoördinator en social specialist Rihanna Burke, hebben op 23 mei jongstleden een korte informatiesessie gehouden over het project en het klachtenafhandelingssysteem, oftewel Grievance Redress Mechanism. Kijkt u mee. Het doel van een GRM is dus het faciliteren van de afhandeling van klachten vanaf de indiening, dus het melden van de klacht door de bewuste persoon die benadeeld is, totdat de klacht is afgewikkeld. De GRM is zodanig ingericht dat het dus die mogelijkheid biedt dat het wordt afgewikkeld en dat de persoon of de groep die de klacht heeft aangemeld uiteindelijk wel met tevredenheid geholpen is. En kan zeggen na afloop van ik ben geholpen. Bij het niet bereiken van de oplossing, want dat kan natuurlijk ook en we hopen het niet. We gaan ervan uit dat het zodanig is ingericht dat we dat beide partijen uiteindelijk kunnen zeggen van we did a good job. Maar stel dat er in een bepaald geval geen oplossing komt, is de GRM ook zodanig ingericht dat de partij die de klacht meldt ondersteund wordt bij gerechtelijke stappen. En niet dat we dan gaat het GRM-team aan de zijkant staan, maar het is niet dat we het gaan ontmoedigen, omdat de bedoeling juist is dat alle klachten worden opgelost. Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project, SCSD-project, is een lening van de Wereldbank en is getekend in 2019. Het project heeft het doel om de activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in governance en ter vergroting van het concurrentievermogen in onder andere industrieën zoals mijnbouw, agribusiness, toerisme en andere opkomende industrieën. Het wordt uitgevoerd in twee componenten. Eén component wordt uitgevoerd door natuurlijke hulpbronnen en component 2 wordt uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken. De voorbereidingen in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie zijn in volle gang. In de periode 1 tot en met 5 juni zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd. In verband hiermee sprak de Communicatiedienst Suriname de voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking 150 jaar Hindoestaanse immigratie, Bahwan Gangaram Pandey. Wij herdenken dat onze voorouders, van waar ze ook allemaal zijn gekomen, heel hard hebben gewerkt. Ze hebben gezocht, ze hebben tranen laten vallen. Dat wat u en ik vandaag zijn. We zijn allemaal achterkleinkinderen, kleinkinderen van deze hardwerkende ouderen. 5 juni 1873 is het 150 jaar geleden dat de Lalaroek hier aankwam. Dus we hebben vanaf vorig jaar een aantal organisaties benaderd en besprekingen gehad. 37 organisaties
hebben zich aangemeld. En vanaf 1 januari zijn er activiteiten gestart in geheel Suriname. We gaan nu naar een climax toe. We hebben gehad voorbereidingen voor een aantal monumenten. Er komen 2 monumenten in het Fort Zeelandia-complex, waar Kuli Dipu was, in de buurt van het gebouw van de staatsraad. En er komt een monument bij het Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie. Daar komt er ook een immigratiemonument. En in Nikeri komt er, in Saramaka wordt er op zondag 4 juni ook een monument onthuld. En bij de markt van Welgedag Zee krijg je ook een landbouwersbeeld of een monument. Zo zijn er in verband met deze herdenking een heleboel activiteiten. Maar we gaan naar de climax. Er zijn een heleboel lezingen. Je hebt in het Lalaroek gebouw een expo. Ze hebben een karnet. Ze hebben een postzegel. Ze hebben een heleboel activiteiten. En bij Suriname Hindi Parishad heb je ook expo. Kinderwedstrijden. Hindi. Gedichten. En een andere climax is Nationaal Indoor Stadion. Waar op donderdag 1 juni in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een gezondheidsbeurs wordt gehouden. Een immigratie- en een gezondheidsbeurs. Wat gaat gebeuren in de Anthony Nesty Sporthal? De president van de Republiek komt en opent de gezondheidsbeurs. En als een van de handelingen van de gezondheidsbeurs gaat aan de president en de first lady, is er een organisatie uit Nederland, de vriendengroep HIMAT, die samenwerking met OHM, 26 40-voet containers aan ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollatoren, schoolspullen, sportspullen. Meer dan 400 ziekenhuisbedden die u hier ziet, en ze zijn niet goedkoop, zijn gedoneerd. Dan hebben we een rondleiding door de president. Dan is er een tweede gedeelte van de avond. 150 bijzondere Surinamers worden gehuldigd op donderdag 1 juni. En die zijn allemaal door een commissie beoordeeld. En die komen en we gaan hun in de bloemen leggen. Er zijn 5 categorieën dat OHM en de KUS samen doen. Religie, cultuur, sport, dienstverleners en ondernemerschap. 150 van de 292 inzendingen zijn gefilterd. En die worden hier gehuldigd. In een mooi vrij programma. NIS is een groot centrum van activiteiten. Zondag heb je hier een heleboel activiteiten. Met kinderen. Maandag ook. De beursdagen zijn hier elke dag. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Van 5 tot 11. Zondag van 12 tot 11. En maandag van 10 tot 3. Want maandag hebben we hier parade. Een heleboel activiteiten. Het is een spektakel elke dag. In Nikeri heb je scala van activiteiten vanaf donderdag 1 juni. Elke avond heb je op het plein, tegenover het commissariaat, heb je elke avond activiteiten. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.